je stiekem in de badkamerkastjes van andere mensen. Kom op, niet huilen en ja, dat. En doorgaan. Nou, wees een vent. Ja, nu kan ik niet gaan liegen. Hij verstopte zijn telefoon ook altijd. Dus dan weet je ook al hoe laat het is. Zo. Wat deden we met die freaking telefoon de hele dag? Ja, toen ik een relatie had in New York. Ik denk de details die wij weten. Ja. Hallo! Hallo! Leuk dat je kijkt naar een video tijdens deze vlogmas. Ik dacht, hoe leuk om een video op te nemen samen met Fiet. En wat we gaan doen, ik heb dus een lijst gevonden online met waanzinnige vragen. Het zijn allemaal verschillende vragen over hoe je over dingen denkt, dingen uit het leven. Dus echt heel random, maar fantastisch. Dus laten we gelijk beginnen. Ben je heel benieuwd naar vragen? Ja. Zou je de naam van je vriend laten tatoeëren? Nooit. Nee? Ten eerste, ik heb geen vriend. Ten tweede, ik zou nooit een tattoo nemen. Nee. Oh. Ja, ik heb die stap dus nooit gemaakt en ik vind het een hele grote stap. En dan denk ik, nee. Ja. Dan, nee, ja, dat, nee, jij bent er heel resoluut in. Ja, ik kan niks bedenken wat ik permanent op mijn lijf wil. Naam van je kind? Dat nog eerder dan denk ik de naam van mijn man of vriend. Ja, weet niet. Ik zou zeg maar voorheen nooit de naam van mijn vriend neerzetten. Maar de man van mijn... De man van mijn kinderen. De vader van mijn kinderen. Ja, maar wie jij... weet, wie weet. Ja, maar jij hebt al tattoos. Dus dan ja, is die drempel ook oprecht zoveel lager. Ja, dat is waar. Maar ik ben het absoluut niet van plan. Maar ik sluit het ook niet uit. Wouter. Zo midden op je arm zo. Waarvan denk je dat bejaarde mensen het meest spijt hebben als ze terugblikken op hun leven? Zo, nou we gaan gelijk de diepte in. Ik denk onze generatie van te veel op hun telefoon te hebben gezeten. Als ja, wij bejaard zijn, dan denken we waarschijnlijk, wat deden we met die freaking telefoon de hele dag? Ja, ja, dus niet in het moment hebben geleefd. Ja. Te weinig in het moment. Dat denk ik echt. Want ik denk, je bent, je, ja, als je oud bent, dan draait het denk ik vooral, daar draait het leven natuurlijk gewoon om, maar dan nog meer zie je dat, om je familie en je vrienden. Ja. And that's it. Ja, absoluut. En niet hoeveel geld je had. Of hoeveel likes. Hoeveel likes. Hoeveel comments. Ja. Hoeveel mooie selfies je wel niet hebt gepost. Nee. Dat je dan op latere leeftijd, als je niet altijd open en eerlijk bent geweest. Of dat een bepaalde relatie met een familielid stuk is gelopen door je eigen trots of zo. Ja. En dat je dus nooit ja, dat ego opzij hebt kunnen zetten om... Ja. Dat goed te maken of iets in die trant. Vind ik een goeie. Ja, dat je dat niet eerder hebt hersteld. Ja. Daar kunnen mensen denk ik het meeste spijt van krijgen. Ja, of dat ze toch niet naar dat andere land zijn gaan verhuizen. Of weet je wel, zeg maar echt een ja, grote stap dat je dat dan niet hebt gedaan. Ja. Wat je wel altijd diep in je hart hebt gewild, maar dan door bepaalde omstandigheden dat dan toch... maar niet heb gedaan of voor een veilige keuze ja, gekozen. Ja. Geloof je in karma? Ik wel. Ja, ik ook wel. Ja, ik ben er toch wel mee bezig. Ja, ik geloof het echt. Ik ja, denk echt wie goed doet, goed ontmoet. Nee, ik dat denk, sowieso. Ja, als je, ik heb het ook vaak genoeg gezien dat van die mensen dat je, die gewoon niet zuiver zijn. Dat woord, dat wilde ik horen. Ja. Ja, die zullen dan ook misschien nooit het geluk vinden wat ze willen vinden. Ja, en die krijgen het keihard terug. Ja. Van die ja, jaloerse, negatieve mensen. Ja. Die een ander niks gunnen. Ja. Dan denk ik, jij komt jezelf nog eens heel hard tegen. Ja.
Dat denk ik ook. En in die zin, ja, geloof ik ook wel in karma hoor. Maar ik geloof niet heel, zeg maar, ik geloof er niet heel letterlijk in. Dat ik denk van, oh, ik ga dit nu doen, want dan krijg ik dat misschien terug. Maar ik denk gewoon dat dat een levensstijl is. Dus dat je gewoon, ja, precies, als je alles met liefde doet en open staat voor dingen en ja. Dan komt dat ook op je pad. Ja. Dat geloof ik ook, absoluut. Ik denk niet dat je letterlijk gewoon, oh, ik ga even karma punten scoren en allemaal deze goede dingen nu deze week doen. En nu die zwerver 5 euro geven of whatever. Nee, het is inderdaad gewoon meer als je, ja, als je gewoon ook een beetje aan anderen denkt en dan komt dat gewoon absoluut positief toch ook weer ergens terug in je leven. Ja. Zijn mannen volgens jou even gevoelig als vrouwen, maar tonen ze het gewoon minder aan de buitenwereld? 100%. 1000%. 1000000%. Ja, ja, sowieso. Ja. Eigenlijk is dat ook wel heel fucked up in die zin. Ik denk dat de generatie voor ons, dus eigenlijk onze vaders en die hele generatie, echt daar last van heeft gehad dat ze hun emoties niet mochten tonen en kom op, niet huilen en ja, dat en doorgaan. Nou, wees een vent. Ja. En gewoon dat helemaal afsluiten. Ik denk dat er nu wel een soort shift is. Dat kan jij misschien beter beamen. Jij hebt natuurlijk twee zoontjes. Ik ga hun ook absoluut zo opvoeden. Gewoon, je mag huilen. Het is niet erg. Het is goed om over je gevoelens te praten en je emoties te tonen, ook als man. Ja. En ik bedoel, ik kom er zelf gewoon heel vaak achter. Dan denk je op een bepaalde manier over een jongen of een man. En dan leer je diegene kennen en denk je, wow. Gewoon zo gevoelig. Ja. En ja, absoluut hetzelfde als wij, als vrouwen. Dat ja. 100%. Ja, ze gaan er gewoon wat anders mee om. Maar dan ben ik heel benieuwd of dat dus dan sociaal is aangeleerd. Of dat het gewoon in iemand zit. Dat je daar dus niet meteen over hebt. Nee, ik denk gewoon letterlijk dat dat wel maatschappelijke druk is. En dat het ook wel ligt aan je opvoeding en ook hoe je bent. Ja. Want dus Wout is bijvoorbeeld van nature gevoelig en vindt het ook niet erg om dat te delen met anderen. En die is daar heel open over. Dat vind ik ook heel mooi. Ik denk dat Wout ook wel echt een uitzondering is daarin, hoor. Ja. Ja. Maar ik hoop dat uiteindelijk dus de volgende generaties allemaal zo worden. Ja, het scheelt ook zoveel gezeik en geruzie. Ja. Opgekropte gevoelens. Ja. Miscommunicaties, dat heb je allemaal niet. Nee, het is echt veel beter als iedereen gewoon veel meer open is. Ja. Heb je ooit de e-mails of sms'jes van je vriend gelezen zonder dat hij het wist? Of je ex? Ja, nu kan ik niet gaan liegen. Ik heb dat wel eens gedaan. Ja. Maar lang geleden. Ik heb het nooit bij Wout gedaan, maar wel bij exen. Ja. Dus ik heb het trouwens nooit bij Sebas gedaan. Maar wel bij een andere jongen met wie ik een relatie had in New York. En die vertrouwde ik gewoon niet helemaal. Nee, en daar heeft het mee te maken. Ja, het was echt niet dat ik hem ging controleren, want ik ben helemaal niet zo. Ik ben niet jaloers ingesteld. Ik ook niet, nee. Echt, dus als ik die behoefte voel dat ik dat moet doen bij iemand, dan klopt er iets niet. Nee. En dat, tenminste, dat was niet zo. Nou, ik heb toen wel, ben ik ergens achter gekomen. Wat dan? Dat hij vreemd ging? Nee, hij ging niet vreemd, maar hij was wel helemaal aan het klessenbessen met een soort ex-scharrel. Toen dacht ik, excuse me? Waarom doe je dit? Waarom voel je die behoefte? Toen heb ik ook hem geconfronteerd daarmee. En toegegeven dat je dat in de telefoon zag? Ja, op zijn laptop. Ja, ja. Maar dus ja, en, maar ik doe, ja, het zit niet in mijn aard om dat te doen. Ik precies hetzelfde. Ik ben iemand die absoluut niet jaloers is, tenzij je me reden geeft daartoe. Ja. En ik had dus wel een ex die mij daar alle reden toe gaf, want die ging gewoon bij het leven vreemd. Dus ging ik ook inderdaad de hele tijd in zijn telefoon kijken
wat hij nou weer aan het uitspoken was. En, Hoe walgelijk, vreselijk. En zat ik ook met een kloppend hart die telefoon zo te kijken. En hij verstopte zijn telefoon ook altijd. Dus dan weet je ook al hoe laat het is. Zo, maar bijvoorbeeld bij Wout en bij een andere ex, die ik gewoon blind vertrouw, hoef ik absoluut niet in zijn telefoon te kijken. Nee, dat denk ik, ik vertrouw iemand. Dus ik vind mezelf ook geen leuker mens als ik in iemands telefoon moet gaan kijken. Ja. En ik doe dat ook liever niet. Maar ik voel nul die behoefte. Dus ik heb het wel eens gedaan. Maar dat is inderdaad heel lang geleden. Ja. Kijk je stiekem in de badkamerkastjes van andere mensen? Nee. Nou, ik dus wel. Als je dus... Bijvoorbeeld als ik vroeger moest oppassen of als je, ik heb ook wel eens dat ik in een huis moest oppassen of zo, weet je, op een huis moest passen. Dan ben ik toch wel dat ik denk, even kijken in de keukenkastjes wat er dan voor eten ligt of er nog iets lekkers is en zo. Ja, oké, maar dat keukenkastjes vind ik al anders dan badkamerkastjes, want daar heb je gewoon ziek persoonlijke shit liggen met medicatie en... Nee. Seksdingen misschien wel. Nachtkastjes. Nee, dat doe ik eigenlijk helemaal niet. Ik vind het wel heerlijk om in mama's badkamerkastje te snuffelen. Want die heeft dan ook altijd allemaal producten. Ja. Maar ongeopend nog in plastic. Dat ik denk, hallo. Ja. Dit wil ik. Ja, dat vind ik ook altijd heel lekker. Als kind vond ik dat al heel chill. Deed ik gewoon stiekem al haar dure crèmes op en zo. Ja. Als een man komt binnendringen in het vrouwelijk brein, wat denk je dat hem het meest zal verbazen? Zo. Oh my god, even kijken. Ik denk de details die wij weten. Ja. En dat ons brein gaat gewoon alle kanten op. En dat je gewoon... Ja... Gewoon je de onthoudt zoveel. Ja, en dan ook de analyserende... gedachtes over één situatie. Ja, of stel je voor Wout zegt tegen mij, vandaag vind ik echt dat je er heel goed uitziet. En dat je dan automatisch denkt, maar zag ik er dan de afgelopen week meteen helemaal kak uit? Ja, dat je het meteen zo draait. Gewoon terwijl dan hij denkt, hallo, ik vind gewoon dat je er vet goed uitziet vandaag. Dat heeft niks te maken met de andere weken. Ja, ja. En gewoon... jij denkt meteen, wat? Hè? Ja, nee, inderdaad. En de details die wij nog weten, de dingen die zijn gezegd in een bepaalde discussie van anderhalf jaar geleden. Ja hoor, die komen gewoon weer naar boven. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel... Dat een man zich daarover zou verbazen van... Holy shit. En hoe goed wij natuurlijk zijn in multitasken. Oh ja, daar wordt een man heel... Die slaat stijl achterover. Ja. Van die gaven die wij bezitten als vrouw. Multitasken. Dat alles tegelijk kunnen. Ja. Het gaat allemaal veel te snel, denk ik dan, in dat brein. Voor een man. Ja, die zit helemaal gewoon... Die kan het niet aan. Nee. En we gaan naar de laatste vraag. En die gaat over liefde. Namelijk, geloof je in liefde op het eerste gezicht? Ik wel. Ik ook. Ja. Ik denk dat het allebei bestaat. Als in van liefde op het eerste gezicht. En ook dat het dus moet groeien nog. Ja. Nou, ik had natuurlijk wel met Wout bijna een soort van liefde op het eerste gezicht. Eigenlijk vanaf de eerste date met Wout was het gewoon... Ja, het paste. Het klopte. En het was meteen gewoon... Ook we zagen elkaar en we waren alleen maar aan het stralen en het lachen. En achteraf denk ik dan nu van... Dat is liefde dit was gewoon liefde op het eerste gezicht. Ja, dat denk ik ook. Dat ze dat daar ook mee bedoelen. Ja. Dat je gewoon meteen ook die chemie voelt met elkaar en... zo erg op één lijn zit al vanaf moment 1. Ja. Ik denk ook dat dat, zodra je dat voelt, dat kan bijna niet meer stuk. Nee. En wordt het dus ook alleen maar sterker als het goed zit. In ons geval
was het dus die eerste date al gewoon van holy fuck, wat is dit? En naarmate we elkaar zeg maar steeds beter leerden kennen, werd het nog leuker. Ja, dat je denkt van, hè, maar het kan toch niet nog leuker? Nee, en dan wordt het nog leuker. Ja. Nee, geweldig. Ik gun iedereen ook zo'n liefde. Oh. Ja, maar nee, maar ik wil voorkomen dat mensen dan misschien zich hierdoor slecht gaan voelen. Van dat ze niet bang moeten zijn om dit nooit te gaan voelen, snap je? Dus ik denk ook wel... Je kan het ook ontwikkelen. Ja, dat je het kan ontwikkelen. Ja. En dat je niet per se op zo'n moment moet wachten met iemand. Want het is ook per persoon heel erg verschillend. En ik geloof ook echt dat als je iemand tegenkomt en je voelt elkaar niet misschien direct aan, dat het dus juist ook heel mooi kan zijn. Ja. Dat dus heel erg groeit en dat je dus... Ja, daar naartoe leeft. Ja, of je bent misschien al jaren collega's of vrienden. En opeens slaat die vonk over. Dat geloof ik ook. Ja, dat en hoor je ook wel eens. Je hebt gewoon heel veel verschillende manieren van liefde vinden. En ik geloof inderdaad dat liefde op het eerste gezicht daar één van is. Ja. Nou, wat heerlijk dit! Ah, leuke vragen. Nou, dankjewel voor het kijken. En dan wil Fiet nog wat vragen. Geloven jullie in liefde op het eerste gezicht? Comment hieronder. Ja, en als jullie antwoord willen geven op de andere vragen, dan mag dat natuurlijk ook. Want ik vond sommige gewoon heerlijk. En dan vind ik het altijd leuk om dan nog even na te lezen wat de rest erover denkt. Ja. Nou, thanks. Een hele fijne kerst. En auf Wiedersehen. Tot morgen. Mwah.